Oh. Hey, psst. Psst. Hey, psst. Hier ben ik. Hallo, daar zijn we weer met een nieuwe Roeg-vlog. We gaan vandaag op pad met Bertil. Bertil, goedenavond. Waar zijn we? Wij zijn aan de rand van het Heikenveld op dit moment. Aan de rand van het Heikenveld. En we gaan jullie weer een kijkje achter de schermen geven. En dat betekent ook dat we hier cameraman Giel van Veen aan het werk zien. Goedemorgen, middag, avond. Ja, het is voor ons nu ochtend. Ja. En wat ben je aan het doen, Giel? Ik maak de camera klaar. En dat betekent dat je er net een andere lens op hebt gedaan. Precies. En zenders hebt geïnstalleerd. Zenders hebt gegeven. Loes en bij de boswachter. Dat je niet denkt, hey, ze heeft ineens borsthaar gekregen. Nee, dit is mijn hoe heet zo'n ding ook alweer? Een Wuppie. Windjammer. Ja, een Wuppie is een leukere benaming. Dus dan gaan we zo op pad het Heikerveld op. Je moet er wel wat voor over hebben, hè, voor mooie plaatjes. Ja. Ja, maar goed dat je laarzen aan hebt. Ja. Kun je een paar passen doen? Zo nat is het hier. Ja. Jij zoekt de plekjes wel weer uit, hè, Bertil? Precies. Het moet een beetje uitdaging blijven, hè, in het programma. Ja, want jij hebt ook laarzen aan. Ja. Maar ja, mijn laarzen stonden nog in de auto. Dus ik sta een beetje op de polletje. Dus jij moet van polletje naar polletje. Ja, dus als ik wat hoger sta, wat groter ben ineens dan Bertil in de uitzending... Dan komt het daardoor. Is het helder? Ik zak steeds verder weg. Ja, precies. In de veen. En ik blijf gewoon staan. En Jan, jij staat tussen de adders, hè? Dat weet ik je. Ik sta hoog en droog hier. Ja, maar wel tussen de adders. Ja, maar die doen niks op het ogenblik. Oké. Okay. Nou, gelukkig maar. Goed. Ik zou zeggen, Giel, aan de slag. Ja. Succes. Dank je. En dit hoort er ook bij. Bij het leven, namelijk de dood. Wat is dit voor kikker, Bertil? Dit is een heikikker. Oh, en zou dit ouderdom zijn? Nou, ik denk het niet, want ik vind hem nog niet zo groot. Je ziet hier gaatjes in zijn buik. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat hij hier door een adder gebeten is. En dat hij nu dus op dit moment vol gif zit, maar nog net kansacht ontsnappen. En dan ligt hij hier langzaam te bezwijken aan het gif. En daardoor heeft hij ook zo'n dikke buik? Dat zou kunnen, ja. Dat het nu opzwelt, omdat hij het gewoon helemaal... Maar dan is het dus geen parasiet? Dan zou het geen parasiet zijn, maar het is een beetje onduidelijk hoor. Het is meer speculatie dan dat ik het echt 100% zeker weet. Maar anders zou een adder zo'n beestje opeten? Ja, wat ze normaal gesproken doen is, ze bijten zo'n beestje aan, waardoor het gif erin komt. En dan kunnen ze op de geur kunnen ze hem eigenlijk volgen. Okay. Dus soms ontsnapt zo'n beestje er nog, maar hij komt nooit ver, want hij bezwijkt heel snel aan het gif. Dus het kan best zijn dat hier ergens een adder op de loer ligt. Misschien ligt hij hier wel aan de zijkant van het pad te wachten tot wij weg zijn om het spoor weer op te pakken. Hmm. En dan alsnog op te komen eten. Nou ja, want dit is ook niks. Want hij ademt nog wel af en toe, hè? Ja, hij leeft nog net. Ja. Maar hij is helemaal verlamd. Waarom maken ze van die draadjes? Ja, volgens mij echt om zich te laten zakken uit de boom, om dan vervolgens... naar een andere boom te kunnen kruipen om daar weer verder te eten. Maar het is toch totaal... Hij heeft nog eten genoeg hier. Dat zou je wel denken, maar misschien vindt hij deze berg gewoon niet lekker. Dan gaat hij liever op zoek naar een eik. Dat zou kunnen. Die staat een eindje verderop, dus dan moet een eindje verlopen. Maar het stikt ervan, hè, van de rupsen. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Dat heeft gewoon te maken met de weersomstandigheden. Want wat voor rups denk je dat dit is? Ja, er zijn een paar soorten en vaak zijn het de wintervlinders, maar ik denk eerlijk gezegd dat dit een iets andere soort is. Ik denk hij is wel mooi. Ja, ik denk een berkenbladroller of iets dergelijks. Maar helemaal zeker weten doe ik dat ook niet. En wanneer zijn dit dan vlinders? Deze die gaan nu straks verpoppen en worden nog voor de winter vlinder. En dan zetten ze alweer eitjes af in de bomen. Bertil gaat op zoek naar adders. Misschien wel leuk voor ons rubriekje dat is ontstaan. Wat doet een adder? Wat maakt een adder voor geluid? God ja, dat is dat gesis, hè? Oh, zo eng doet hij wel? Ja, dat denk ik niet eigenlijk. Volgens mij doen ze dat heel, heel vriendelijk. Meer ps. Oh. Hey, psst. Psst. Hey, psst. Hier ben ik. Psst. Nou, als Bertil er nog eentje vindt, dan horen we het misschien nog. Zo te zien. Graf niet. Te warm. Jammer.